Dit is het Weerjournaal van vrijdag 13 juni met vandaag. Aanpak verkeersknelpunten en muziekfestijn op de markt. Dames en heren, een heel goede avond. De gemeente Weert wil dit jaar en in 2015 een aantal verkeersonveilige locaties en verkeersknelpunten gaan aanpakken. In de raadsvergadering van komende maand moet de gemeente instemmen met een krediet van 115.000 euro. In Weert zijn er nogal wat verkeersonveilige locaties voor weggebruikers, met name fietsers en voetgangers. De gemeente krijgt vrijwel dagelijks klachten over diverse knelpunten en locaties. Het gaat vooral om plekken waar fietsers en voetgangers ongemakken ervaren, zoals gevaarlijk oversteken of gevaarlijk hard rijden van motorvoertuigen. De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruiker. 10 knelpunten krijgen de prioriteit om te worden aangepakt. 6 daarvan komen dit jaar aan de beurt en 4 volgend jaar. Nog dit jaar wordt de oversteek Gouverneurlaan en de Ringbaan Noord aangepakt. Hier komt een duurzaam verkeersveilige oversteek voor het langzame verkeer. Kosten 50.000 euro. Ook de veiligheid op de rotonde op de Mazeikerweg Nassolaan wordt onderhanden genomen. A 15.000 euro. In totaal wil het college van BMW dit jaar 115.000 euro hiervoor uittrekken. De raad moet hier komende maand nog wel mee instemmen. Verkeersknelpunten die het volgend jaar op de planning staan zijn onder meer de rotonde Mazeikerweg, Onze Lieve Vrouwenstraat, Sint-Paulusstraat en het aanbrengen van rode fietsstroken op de Sint-Paulusstraat en de Sint-Maartenslaan. De kosten voor deze projecten worden geraamd op 140.000 euro, maar moeten eerst nog verwerkt worden in de begroting van 2015, alvorens de raad hiermee kan instemmen. 2,5 maand na zijn beëdiging als raadslid besluit Anton Kirkels de raad te verlaten. Kirkels wil ruimte scheppen voor een jonge, nieuwe politieke generatie. Per 9 juli volgt de 23-jarige student bestuurskunde Joey Engelen Kirkels op. Anton Kirkels was lijstduwer bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014, maar de kiezer was duidelijk. Die wilde de brok ervaring in de raad niet laten gaan. Met voorkeurstemmen werd hij gekozen. Kirkels was van 1998 tot 2006 gemeenteraadslid voor de VVD en van 2006 tot 2013 wethouder. 15 jaar politieke ervaring. Veel heeft hij bereikt en voor elkaar gebokst in die periode. De meest donkere tijd in zijn politieke loopbaan ligt nog niet zo lang achter hem. Het Poort van Limburg-debakel kostte hem het wethouderschap. 15 april 2013 stelde hij zijn bestuurszetel ter beschikking. In een telefonische reactie vanochtend laat Kirkels weten dat hij het tijd vindt om plaats te maken voor de jonge generatie. Maar dat hij zeer betrokken blijft bij Weert. Hij is ervan overtuigd dat de kiezer zijn besluit begrijpt. En voorlopig blijft Anton Kirkels zich nog wel met politiek bezighouden. Sinds 2013 is hij lid van de Provinciale Staten. Het vierdaagse muziek-, dans- en promsfestijn in het kader van Weert 600 jaar stad ging gisteravond van start met het Stadzingen. Een meezingfestijn dat mocht rekenen op veel belangstelling. 4 dagen achter elkaar presenteert Muzikaal Weert zich aan het publiek. Muziek, zang en dans zijn tot en met zondag te zien op het grote podium op de markt. Gisteravond stond het Stadzingen op het programma. Leden van het mannenkoor Manoeuvre brachten tal van heerlijke en herkenbare meezingers ten gehore. En het publiek, dat in grote getalen op het evenement was afgekomen, zong heerlijk mee. Manoeuvre onder leiding van dirigent Noël Seerde werd muzikaal begeleid door een gelegenheidsband. Daarnaast werd het mannenkoor nog vocaal ondersteund door de zangeressen Femke Gerits, Wendy van Doren en Nancy van Deurzen. Een groot deel van het publiek zong, voorzien van de songteksten op papier, heerlijk mee. Het Stadzingen zorgde voor een gezellige sfeer op de markt en belooft wat voor de komende dagen. Tot 8 uur vanavond staan diverse jeugd- en kinderkoren op het podium.
En morgen begint het programma al om 1 uur en wordt afgesloten met The Night of the Proms. Zondag wordt het evenement afgesloten met Playing the Music. De Raad van Nederweert heeft de afgelopen raadsperiode het coalitieakkoord besproken. Het CDA en VVD-akkoord kreeg uit de eigen gelederen woorden van lof. En zoals verwacht uit de oppositie veel kritiek. Oppositiepartij Jan plaatst veel vragen, vraagtekens en bedenkingen bij het akkoord. Ze zijn met name bezorgd over de sociale onderwerpen en zorgthema's. Die komen volgens Jan maar minimaal aan bod, terwijl dat toch de belangrijkste opgaven voor de komende periode zijn. Hoe zit het met de ondersteuning van burgers die zorg nodig hebben? Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van mensen en verenigingen. Maar wat gebeurt er als die kracht niet beschikbaar is? In een persbericht laat Jan het volgende weten. Het coalitieprogramma lijkt meer op een doorstartnotitie en is weinig concreet en niet transparant. Het is niet meer dan een opsomming van aandachtspunten, waarbij in de meeste gevallen de financiële middelen nog totaal ontbreken. Het werd een lange, late raadsvergadering. De toekomst zal uit moeten wijzen hoe de partijen op hoofdlijnen tot elkaar kunnen komen. Burgemeester Evers laat in zijn blog weten daar zijn uiterste best voor te doen met respect voor elkaars posities. De raad is vooral één geheel. 17 mannen en vrouwen die het beste met Nederweert en haar inwoners voor hebben. Vrouwensociëteit Idem Dita sloot vandaag het seizoen af. En dat deden de dames, net als het vorig jaar, met een autorally door de regio, genaamd de Tour of Divas. De start van de Ladies Rally trok vanmiddag nogal wat bekijks op de markt. Aan de voet van de Sint-Martinuskerk stonden zo'n 25 Volkswagen-up-auto's geparkeerd. De auto's, voorzien van kekke kleuren en tierlantijnen, waren beschikgesteld door autobedrijf Van Mossel. Zo'n 80 dames, lid van Vrouwensociëteit Idem Dita, namen deel aan de Ladies Rally Tour of Divas. Deze tocht door de regio vormde een gezellige afsluiting van het seizoen en was uitgezet door Bart den Hartog. Hij neemt als ervaren navigator deel aan de bekende rallies als de Horneland Rally en de Tulpen Rally. Per auto stapten zo'n 3 dames in om een 80 kilometer lange tocht te rijden, waarbij aan de hand van het bolletjes-pijltjesysteem de juiste weg gevonden moest worden. Onderweg moesten er ook nog foto's gezocht en vragen beantwoord worden. Idem Dita is een besloten vrouwensociëteit die zich als doel stelt te fungeren als ontmoetingsclub voor vrouwen om daarmee vriendschap te bevorderen. Elke tweede vrijdag van de maand hebben ze een bijeenkomst. En de tocht die eindigde in Hamond, België, bij wijndomein De Oude Hoeve. Ja, tot zover de journaalberichten. Dan is het nu tijd voor consumentenvoorlichting. Vandaag gaan we weer op stap met de makelaar van Saalmans Makelaardij. Het voorjaar is aangebroken, de zon schijnt en dat betekent dat er altijd wat nieuwe activiteiten zijn, ook hier in het Weerterland. We zijn hier bij het nieuwe stadhuis van Weert, waar 28 en 29 juni tussen 10 uur en 4 uur open dag is, op de zaterdag en op de zondag. Dan kan iedereen kennis maken en een rondleiding krijgen in het nieuwe stadhuis. Maar tevens zullen dan Wonen Limburg, BAM Woningbouw en wij als Saalmans Makelaardij aanwezig zijn om de mensen nader te informeren voor de ontwikkelingen hier langs het nieuwe stadhuis. Dit nieuwe stadhuis waar de commerciële plint ontwikkeld wordt, maar ook de huur- en de koopappartementen zullen hier gepresenteerd worden. Zowel de sociale huur de Wonen Limburg als wel de duurdere huur boven de huursubsidiegrens waar wij de verhuur voor zullen organiseren voor Wonen Limburg. Dus tijdens de open dag, waar iedereen het nieuwe stadhuis kan bekijken, zullen BAM Woningbouw, Wonen Limburg en wij Saalmans Makelaardij u informeren door de koopappartementen, de huurappartementen van La Cour Bleue. Ja, we bevinden ons hier al op het dek van de parkeergarage van het gemeentehuis, maar ook van de appartementen waar we net over spraken. Dus dat betekent dat er op het moment dat er gebouwd wordt, dat we meteen de lucht in kunnen gaan en dat mensen die nu beslissen voor hier een appartement te kopen of te gaan huren, volgend jaar in de bouwvakvakantie, als het zonnetje weer schijnt, hier kunnen gaan wonen. Tussen het stadhuis en deze appartementen zie je in ieder geval al de contouren van de passage, zoals de looprichting zal zijn. En op dit niveau zullen een aantal semi-commerciële ruimte gepresenteerd worden en dadelijk voor de verhuur ook in de markt gezet worden. Dus dat betekent nogmaals, vorig jaar
En dat betekent 28, 29 juni, de open dag van het stadhuis, ook de informatie over de appartementen en de woningen. Maar ook dit voorjaar, waar ook wat positieve stemming in de woningmarkt is, start BAM Woningbouw ook met een bijzonder project Victor en Wonen op Leuken in, op Vrouwenhof. In dit geval het project Vrouwenhof. Daar kun je al volgen op www.vrouwenhof.nl. Een speciaal ontwikkeld concept waar mensen in bepaalde stijlen geheel woonklaar hun woning opgeleverd kunnen krijgen. En hun eigen sfeer, hun eigen dimensie aan de woning van tevoren kunnen kiezen. Wat voor type woning ze graag zouden willen hebben. En compleet, wat ik zei, woningklaar op kunnen laten leveren. Dit nieuwe concept, Victor en Wonen, zal gepresenteerd worden in zaal Jonas. De bekende zaal op Leuken. Tussen 5 uur en 9 uur 's avonds zal dit op 26 juni plaatsvinden. Dus eind juni zijn er behoorlijk wat activiteiten, nu in het voorjaar, met de nieuwe markt. Waar betekent Vrouw Wunhof op zaal Jonas op 26 juni en 28 en 29 juni hier op locatie bij het stadhuis. Wij zien u van harte welkom en informeren u graag nader. De nieuwbouwappartementen worden nu gerealiseerd en de bestaande appartementen kan men al beleven. Dus de locatie La Cour Bleue, hier direct nabij de Bongert, laten we u een appartement zien met die bijzondere beleving van in de binnenstad, met alle rust die de stad ook te bieden heeft. Ik heet u van welkom om met mij even mee te kijken. Zeer bijzonder van de Bongert, het complexe Bongert, dus de kleinschaligheid, maar die privacy binnen de binnentuin, waar de parkeergarages of parkeerplaatsen gerealiseerd zijn, die apart via een beveiligde poort de mensen achterom kunnen komen. Dit was de tuin van de familie Smeets, oprichters van de Smeets offsetdrukkerijen. En op deze locatie, de Bongert, destijds dit appartementencomplex verrezen. Nogmaals kleinschalig, privacy, maar vooral deze rust midden in de stad, op de zuidkant, waar de binnentuin benut wordt voor het eigen privé parkeren. En van hieruit kunnen we, net als aan de voorkant vanuit de Wilhelminastraat, ook de appartementen bereiken. Het appartement 67A, wat we nu eventjes van binnen gaan zien. Via de trap of de lift bereiken we de eerste etage waar appartement nummer 67A gelegen is. Het appartement kenmerkt zich door een bijzondere functionele en ruime indeling. Twee slaapkamers, waarvan in dit geval een slaapkamer en kleedkamer gecreëerd is. Dus eigenlijk is de tweede slaapkamer vervallen, maar door een eenvoudige manier weer terug te creëren. In dit geval was het erg praktisch om een slaapkamer kleedkamer te hebben. Ruime badkamer. Een keuken die georiënteerd is op de binnentuin, wat we net gezien hebben. Groen, veel privacy en de voorziening voor de eigen parkeerplaats. Ook nog op de zonzijde georiënteerd. Bijzondere beleving om deze rust midden in de stad te hebben. En de woonkamer, redelijk vierkant van vorm, is uit ervaring zeer praktisch. En heeft een toegang tot een riant balkon. Vanuit de woonkamer en het riante balkon beleven we weer de groenste stad van Europa in dit geval. Waarin de Jeu de Boulebal georiënteerd is. Dus het is en een stukje beleving van de binnenstad en een stukje groen wat hier samenkomt. De zeer bijzondere prijsstelling die u kunt vinden op onze website of op funda.nl zal toch leren, en dat is de moeite waard is om dit appartement te komen bekijken. Wij nodigen u graag uit om een rondleiding te verzorgen.